Het Bureau Openbare Gezondheidszorg zet vanaf vandaag mobiele units in om personen op verschillende locaties te kunnen testen op COVID-19. In eerste instantie trekt men naar gebieden in Paramaribo waar er clusters zijn geconstateerd. Het doel is om dichter bij de samenleving te komen. Mensen die voldoen aan de case-definitie worden dan geswapt en getest. Rajesh Ori van het BOG legt uit wat dit precies inhoudt. Er is een case-definitie met symptomatologie, koorts, even hoesten, ademnood, verlies van reuk, verlies van geur, diarree. Er wordt een triage gedaan door de artsen. En op basis daarvan wordt er vastgesteld als het een suspect case is, zo noemen we dat, dan wordt er een swab afgenomen. Moeten de mensen zich vooraf registreren of kunnen ze gewoon naar elke testsite komen? We hebben gevraagd dat ze, we hebben appnummer, ze kunnen sms'en of appen. We zien dat mensen ook bellen, je ziet mensen hier staan, maar een heleboel van ze hebben wel een bericht gestuurd dat ze komen. Zodat we afspraak kunnen maken, omdat we willen niet dat we crowding hebben. We hebben toen gezegd, maar als we zien dat er veel mensen komen, gaan we ze vragen blijven in de auto. Toch? Dan gaan we per persoon één voor één de mensen roepen. De totale lockdown die nu versoepeld is, heeft volgens Ori zijn voordelen gehad. De arts gaat in op de huidige stand van zaken. We hebben de laatste dagen zien we dat het terug gaat. We denken dat het ook zo zal zijn. We hebben een event gehad, vooral de verkiezingen, een heleboel mensen bij elkaar. En vanaf toen hebben we zien dat er een toename is. We hebben toen een lockdown gehad. De lockdown heeft zijn voordelen gehad. Een van de belangrijkste voordelen is geweest dat de, we noemen het transmissie, dus dat de cases waar er besmettingsharden zijn gebleven in bepaalde districten. Vanwege de lockdown mag je niet van district naar district gaan. In Nigeria hebben we wel een case gehad, maar dat had te maken van een arbeider van een bedrijf dat werd vervoerd naar Nigeria en eigenlijk onderweg was hij al ziek. Maar dat, het is beperkt, je kan zeggen Paramaribo en Marowijne. Dat is een van de grootste voordelen. Het andere voordeel is dat we geen exponentiële toename hebben gezien. We hebben gezien in de piekperiode is het blijven schommelen tussen 15, 22, 23 cases. Nu zien we dat het minder wordt. En dat is erg belangrijk geweest, want als we in de piek, als we exponentiële toename zouden hebben, om een voorbeeld te geven, als je 50 cases hebt, kan je, als je per case, noemen we het attack rate, 2 cases zou krijgen, kan je 100 krijgen. Maar als je 100 cases hebt, toch, kan je 200 direct krijgen. Daarover gaat het. We hebben geprobeerd om dat te voorkomen. En het is ons aardig geluk. We hopen dat met de lockdown, dat de samenleving ook begreep wat ze moeten doen. Hou je aan de regels, mondmaskerschap, sociale afstand. En zodat de transmissie veel minder wordt.